Ja, ik mag dat grapje maken, want ik ben een echte fan. Ja, ik ben ook een hele bewuste fan. Ik weet heel goed dat Michael ook zwarte kanten had. Ja, die periode met kindermisbruik. Precies. Ik was daar kapot van, jongen. Maar ik heb alles gevolgd. Elk krantenartikel, elk televisiebericht, radiobericht. Moest alles wel weten. Allemaal. En ik heb ook gehuild. Ik was ook kwaad. Dat die kinderen liepen te zeiken dat ze waren aangeraakt door Michael Jackson. Jongen, er waren stadions vol met mensen. Michael, touch me please. Die zijn nooit aangeraakt. Die kids waren bij Michael thuis. Bij Michael in zijn huis. Als ik ooit bij Michael thuis was geweest, ik had de dag zo rondgelopen. Michael, jouw neus. I love you. Horen jullie wat ik zeg? Mijn keuken. Dat is dus niet onze keuken, hè? Dat is mijn keuken.